Charita Facta wil u een aantal plekken in de Amsterdamse grachtengordel tonen met de Nederlands-Indische geschiedenis. Dit als tastbare herinnering hoe onze hoofdstad onlosmakelijk met ons koloniaal verleden is verbonden. En let u op de meanderachtige motieven. De meanderachtige motieven zijn afgeleid van de grondvorm van de Borobudur. Dus dit werd de tempel aan de Vijzelgracht genoemd. Men noemde het ook wel eens de geldtempel. En wat ook bijzonder is aan dit gebouw is dat het is opgericht door koning Willem I in 1824. Ik zeg, ik ben hier al 66 jaar en dat Indië, dat ligt zo ver weg van me, dat ik echt benieuwd ben wat we hier nou te zien krijgen. En ook omdat Indonesische moslimstudenten in Constantinopel gingen studeren en men vreesde invloed van radicale denkbeelden. De eerste inlandse afgestudeerde arts was Asmaun en die studeerde op 21 december 1907 af. Later op deze tocht zal ik meer vertellen over de gebroeders Theopiori die in 1907 hier kwamen studeren en zijn wel heel erg belangrijk voor het opkomst van het nationalisme. Nou, ik ga toch mee met deze historische tocht, zou ik haast zeggen. Want ik ben zelf Indonesische en ben eigenlijk nog nooit langs zo'n historische tocht in de Amsterdamse grachten mee geweest. Dus ik ben erg benieuwd. Ik denk dat ik wel een aantal bekende gebouwen zou zien. Water, hetzelfde water hier en daar. Maar het verhaal daarachter, voor wat betreft het koloniale tijdperk, dat zal wel nieuwe inzichten geven. Charita Facta. Charita, Charita betekent verhaal. Ja. Vertellen. Charita spreken. Ja. Spreken. Ja. En facta, ik denk dat het een Nederlands woord. Dat is de Montelbaantoren. En de Montelbaanstoren. En de Montelbaanstoren is een hele belangrijke toren. Want van daaruit, dat was de plek waar afscheid werd genomen van mensen die op Indië voeren. Want daar werden de bemanningsleden in kleine bootjes gezet. En die werden dan in 5 dagen naar Texel gevaren. Van waar ze dan op de VOC-schepen werden overgebracht. Dus dat is de Montelbaanstoren. Is dus de plek van veel verdriet. Het is leuk om met mensen die je half wel kent en half niet kent, waarvan je weet dat ze eenzelfde soort doelstelling hebben als jij, om daar mee te gaan. Bovendien is de Indische sfeer natuurlijk onvergelijkbaar. Die wil ik altijd wel proeven. Nou, we zijn heel toevallig op een foldertje gestuurd van deze trip. En omdat mijn moeder jarig was en ik nog een verjaarscadeautje zocht, leek ons wel leuk. Mijn moeder heeft 5 jaar in Indonesië gewoond toen ze pas getrouwd was en heeft daar een aantal kinderen gekregen, waaronder ik. Is zo maar, ja. En vandaar dat we dachten van dat is leuk, dat gaan we doen. Van 1831 tot 1877, 800 miljoen keiharde Hollandse guldens kwam er in de schatkist terecht. Maar dat is namelijk door het boek van Multatuli, van Max Havelaar, is daar een eind aan gekomen. Het is het mooiste land op aarde. Het is het zachtste volk op aarde. Natuurlijk, ze moeten leiding hebben. Als je een dubbeltje geeft, liggen ze de hele dag op hun rug niets te doen. Wat ik gedaan heb, weet ik ook niet meer, want ik was behoorlijk beneveld en zag de man nooit meer terug. Totdat er maanden later een bericht komt van een scheepvaartmaatschappij dat er een lading voor mij op de kade staat. Ik erheen.
Dan dringt het tot me door dat die fan mij gestrikt had om een hele drukkerij te bestellen voor een krant. Je begrijpt wel, ik zit behoorlijk met mijn handen in het haar. Hier een dame licht opgestoken en komt terecht bij een stel Chinese zakenlieden. Dat zijn kerels, daar kun je zaken mee doen. We besluiten met z'n drieën een krant op te richten. We noemen hem de Sina Sumatra en wonder boven wonder liep hij goed. En of je het geloof wil of niet, hij bestaat nog steeds. Bunga anggrek mulai timbul, aku ingat padamu. Waktu kita berkumpul, ku duduk di sampingmu. Engkau cinta kepadaku, bulan menjadi saksi. Engkau telah berjanji, sehidup dan semati. Kini kau cari yang lain. Het is altijd heel gezellig met Indische mensen. Amsterdam is gewoon één grote connectie met het oude Indië. Fantastisch. Ik woon al 43 jaar in Amsterdam en ik heb nu pas van, op een ontzettend leuke manier gezien. Dus voor herhaling vatbaar. Ja, ik heb Amsterdam her en der van de andere kant leren kennen. En dat zegt wat, want ik heb hier gestudeerd. Dus helemaal fijn. Absoluut de moeite waard. En voor diegene die weinig weet over het Indische geschiedenis, dan raad ik het hun aan om dit een keertje mee te doen. Ja. Ja. Dus allemaal komen, het is hartstikke leuk. Ja, heel leuk. Ja. Oké, doei. Dag.